Dus, vandaag ga ik naar de huisarts. Om 11:30 een afspraak. Ik heb een lijst gehad. Ja. Om bloed te prikken. Voor mijn suiker. En hij is een tijdje terug is die bij mij geweest, de huisarts. En toen zei hij, ik ga nou zo'n prik voor mijn vuur krijgt, dan moet je bij mij even langskomen. En toen heb ik ook nog zo'n prik voor mijn vuur. Dan moet je weer maar onderzoeken. Dus, dat gaan we wel aan doen. Ik had jou niet gezien, liefje. Ik zag jou wel zwaar, dacht ik. Zo. Ja. Kameraatje erin. Kom een vent aan. Bij wie kan je hier staan? Waar met die zoveel interesse in jouw huis aan? Maar je ja. Wel 100 euro in mijn zakken hebben, dan kan ik gelijk tabak kopen.
jongen. We kunnen ook met uw gaspedaal regelen, hè? Dan met uw voetrem. Dat is allemaal remschoenslijtage, voor niks. En ik heb nog geen één keer geremd, alleen mijn gas maar losgelaten en op de motor af laten remmen. En dan remt hij weer. Gelukkig. Gelijk. Ja. Ik kan de dokter niet filmen. Lieve camera. Zeg het uit en als ik er terug ben, dan gaat hij eraan. Bye bye.
Ze rijden hier heel veel tegen het verkeer in. Oeh, die is koud. Wie? Die balpen. Moet ik toch eens even goed kijken hoor.
Zodra wij is vastgeslagen. Hier op gerekend dat hij dat deed. We zijn weer thuis. We hebben weer een bloedprik papiertje erbij. Zo. Ook wel lekker hoor, zal die al geroken hebben. Bye bye!